We gaan praten over de Gouden Koets-Beryl. Ja, er is veel... Mooi bruggetje. Ja. Dat kan wel. Beryl, laten we kijken naar de Gouden Koets. Haalt u alle andere beelden die u net heeft binnengekregen even uit uw hoofd. We beginnen even helemaal clean opnieuw nu. We kijken naar de Gouden Koets. En geef alsjeblieft aan wat het probleem is met de beelden die we gaan zien. D'accord? Ja. Dit is de koets. Dit zijn de beelden. Ik wil in ieder geval aangeven dat een heleboel mensen niet wisten dat dit de schilderij was over de koets. Maar als u ziet, bijvoorbeeld, dan ziet u naakte mannen die cadeautjes aanbieden aan, als u ziet, naakte mannen, knielend. Dus hier zie je dan ook dat inferieur gedrag. In principe tot slaaf gemaakt. Ja? En dit typeert eigenlijk ook het slavernijverleden. Mm-hmm. Het paneel heet Hulde der Koloniën, hè? Ja, maar u vraagt, kijk wat je... Ja, ja. Precies. Het is gemaakt na de officiële afschaffing van de slavernij. Ja. Is het een beeld van de slavernij? Het is na de afschaffing gemaakt, maar degene die dat heeft gemaakt, die had nog steeds het koloniaal verleden. En direct na de afschaffing had je natuurlijk dit soort taferelen ook nog. Ja. Ik herinner me ook als kind dat ik ook geconfronteerd werd met zaken waarvan ik dacht van... hé, dit is niet normaal, met name op school. Maar goed, daar gaat het even niet over. Nee. Het punt is namelijk... Maar als je naar het Rijksmuseum gaat, bijvoorbeeld, als het bij toeval open is... Dan is daar zalen vol... Ja. Met zulke schilderijen die herinneren aan ons koloniaal verleden. Ja. En die toch door iedereen bewonderd worden. Bijvoorbeeld omdat het mooie schilderijen zijn. Nou, weet u, waar het in principe om gaat... is dat dit niet binnen de context van de geschiedenis van het slavernijverleden wordt besproken. Dit wordt besproken binnen Prinsjesdag, Pracht en Praal, maar niet binnen de context van de geschiedenis. En als je bijvoorbeeld in een museum gaat, dat zegt het al, daar worden zaken tentoongesteld en dan kan je ook de opschriften lezen welke bedoelingen het heeft. Mm-hmm. We hebben in Nederland nog steeds geen slavernijmuseum. We hebben dat gewild enkele jaren geleden, maar dat werd afgewezen. Omdat men vond dat het maar een reizende tentoonstelling moet zijn. En dat zijn echt nou die zaken, doordat ze ontbreken, er onvoldoende kennis is van de eigen Nederlandse geschiedenis. Frits, jij hebt al heel wat Prinsjesdagen verslagen. Wist jij het? Nee, maar ik vond het wel... Dus er is een bewustwording vandaag gekomen bij jou? Meestal is dat een beetje afgedekt door het publiek en al die mensen die er omheen lopen. En dan zie je dat op de camera niet. En, ik heb het wel altijd een potsierlijk lelijk ding gevonden, die Gouden Koets. Ja, maar nu, dat het ding zelf lelijk is, maar nu even naar de afbeelding. Ja, nee, maar ja, de categorie, dat hoort in de Efteling thuis, zo'n ding. Maar goed, er zijn mooiere koetsen. Maar kijk, die schilderijen in het Rijksmuseum, die ga je ook niet overschilderen. Want die geven een tijdsbeeld weer, een historie weer. Ja. Dat doet dit ook. Ik zou zeggen, laat het intact en zet het ding snel in het rijtuigenmuseum. En dan kun je nog zien hoe het was. Ja, en neem een andere koets. Maar ga er niet meer als koningin in rijden. Ja, maar weet je... Nee, dat zeg je dus. Dat zeg ik wel. Nee, ga er niet meer als koningin in rijden. Ja, maar dat vind ik juist nu mooi. Sorry, dat nu kan niemand zich hiervan bewust. Dus nu als de koningin er nu in gaat rijden... dan is het ook wel een soort statement van de koningin. Want nu zegt ze gewoon, nou, ik ga daar lekker in rijden. Dit is mijn koets. En dus nu wordt het voor haar ingewikkelder. En dat vind ik goed van deze actie. Ik weet niet of ik ervoor ben dat erop... Waarom weet je dat niet? Mm-hmm. Nou, ik vind ingewikkeld. Ik vind als je dat toch doet, dan kan je misschien ook meer panelen doen. Je kan ook iets uit Indonesië laten zien. Of elk jaar kan allemaal foute dingen. Op. Het zou wel leuk zijn als je dat Argentijnse, dat je dus wat mensen uit vliegtuigen worden gegooid. Dan kan je ook op die gouden koets, dat ze eigenlijk rondrijdt met zo'n ding, met foute dingen uit onze geschiedenis. Dat vind ik leuk. En de geschiedenis van dat een soort rijdend museum van onze zon. Ja, en als zij dat wil doen, ik vind dat wel mooi. Kijk, hier heb je dan weer zo. Maar weet u, in principe hebben we het over de koets. Ja. Maar we hebben het nu over de koets, maar eigenlijk zit er veel meer daaromheen. Want dit zijn met name zaken die als misdaad tegen de mensheid zijn verklaard in 2001. En je wilt toch niet hebben dat de koningin in een koets rijdt waar dat zich illustreert. Dus, maar wacht even. Het is het aanbieden van geschenken aan de koningin, want dat is wat er gebeurt, door slecht geklede mannen. Is dat per definitie een beeld van een misdaad?
Nee, dit zijn geen slaven. Slaven. Nee, maar wacht eens even. Okay. Nadat de slavernij is afgeschaft, was het niet zo dat de slavernij, dus het werken onder, je zou kunnen zeggen, zware arbeid, dat was afgelopen. Want slavernij is in principe in 1863 afgeschaft. Maar tot 1873 moesten de tot slaaf gemaakten nog steeds werken onder dezelfde omstandigheden als voordat het was afgeschaft. En daar is dit een beeld van, vindt u? Nou, het gaat er met name om, niet dat, het gaat niet om mij, het gaat met name om hoe Nederland wil omgaan met haar historisch verleden. Ja. Welke plek geef je slavenhandel, slavernij en kolonialisme? Welke plek geef je het in de geschiedenisboeken? Welke plek geef je het in het curriculum, in het leerplan van het geschiedenisonderwijs? Laten we even luisteren naar, want u maakt dit duidelijk. En zoals Raoul zegt, we hebben nu een bewustwording. En het is zeer de vraag of de koningin nog wel net zo gemakkelijk in deze koets kan stappen dan de jaren daarvoor. Laten we even luisteren hoe onze minister-president, gevraagd naar deze zaak, erop heeft gereageerd. Het herschrijven van de geschiedenis door de gouden koets te vernielen, ben ik niet voor. Okay, wat vindt u van het pleidooi? Ik vind het bizar. Echt bizar. Ja, ik geloof niet dat de minister-president... Nee, minister-president Rutte die heeft geen notie van het feit dat hij voor alle burgers is. Hij is ook voor mensen van Afrikaanse afkomst. En minister-president Rutte, ik vind dat hij zou zich moeten schamen om te zeggen het is bizar. Want aan de ene kant zeg je van je wil iets met die geschiedenis doen. Maar aan de andere kant, want kijk, gisteren heb ik dat ook een programma gezien waar men zegt van ja, zet het maar in de geschiedenisboekje. Maar tegelijkertijd geen excuses en ook geen reparations. Maar men verzuimt, men vergeet dat om dingen te zetten in geschiedenisboekjes, dat het ook te maken heeft met onderzoek. Je moet onderzoek doen, zodat je het in het eurocentrisch gehalte van de beschrijving van het geschiedenisonderwijs, dat je dat wegneemt. Dat je het ook vanuit andere perspectieven bekijkt. En dat kost geld. En minister-president Rutte is met name de man, onze president, onze minister-president, die nog steeds geen antwoord heeft gegeven over voorstellen die we hebben gedaan in het kader van het VN-jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst. Aha. Maar ook in het kader van de consequenties die te maken hebben met de verklaring van dat slavenhandel, slavernij en kolonialisme een misdaad was tegen de mensen. Mag ik iets vragen dan? Want ik begrijp dat je hier dan best wel gevoelig voor bent. Maar ben je dan ook van dat je bijvoorbeeld de Nationale Feestdag Sinterklaas, dan dat je denkt het beeld van de Zwarte Pieten is ook niet echt geweldig dan. En nou, de negerzoenen en... Ik zal u vertellen. Misschien ik... dat je daar over gevoelig voor bent en dat alles veranderd moet worden, maar... Kijk, ik zal u vertellen. Het allemaal niet zo als slecht, u mij zou vragen, kijk, dit is één van de symbolen, de fysieke symbolen van het verleden. Mm-hmm. Wat heel veel mensen wisten dat niet. Maar Zwarte Piet. Ja, ik praat niet over Sinterklaas. Ja, de Zwarte Pieten dan van maar Sinterklaas. Maar niet Zwarte Piet bijvoorbeeld. Trouwens, u kent alle uitdrukkingen over Zwarte Piet. Zwarte Piet is altijd negatief. Ja, elkaar de Zwarte Piet toespelen, Zwarte Pieten, dus is altijd negatief. Oh, okay. Maar het grote negerboek hebben we hier liggen. Als je bijvoorbeeld, maak ik even mijn verhaal, alsjeblieft. Als je bijvoorbeeld kijkt, waar wij naar kijken, is het hele conceptueel kader van het Zwarte Piet. Pietenfeest, het Sint-Nicolaatfeest. Ja. Het conceptueel kader. Ja, want ik dacht dat ik je hoorde praten, dat je daar ook gevoelig voor zou zijn. Er is iemand die het heeft ontworpen. En als je ziet, zie je die attributen, dat verwijst naar de slavernij. Je wil me niet wijsmaken dat tegenwoordig je kinderen kan vertellen dat de man zwart is en krullend haar heeft gehad omdat hij uit de schoorsteen is komen vallen. Huizen hebben tegenwoordig geen schoorsteen. Maar dat lijkt me behoorlijk saai dan toch. Ik zal u nog vertellen. Bijna al die snoepwaren, ook chocolade. Nederland heeft geen chocoladebomen of cacaobomen. Nee. Al die snoepwaren, die refereren precies naar die periode dat de zakken vol met suiker, kokos... Witte chocola. Nou, witte chocola is een aftreksel van... Ik weet niet, je moet er ook niet gevoelig voor zijn, toch? Ja, ik weet niet. Kijk, ik wil even refereren. Ik wil even refereren als het mag. Laatste opmerking. We hebben 3 wereldconferenties gehad. Racisme. 3 racisme wereldconferenties hebben we gehad. En tijdens die wereldconferentie hebben nationale staten samen met het hoogste orgaan van de Verenigde Naties, die toezicht houdt op landen als het gaat om racisme en discriminatie, hebben gekeken naar stereotypen en revival, cultuurhistorische tradities, die refereren naar dat verleden die ze dus als misdaad tegen de mensheid hebben verleden. En dit is één van ze geweest. Niks meer.